We staan hier na de persconferentie over de aanstelling van Jimmy Floyd Hasselbaink ook nog met Günther Hofmans. Günther, we zijn hier te gast bij Quadro, maar we zijn hier voornamelijk voor onze coach Hasselbaink. Wat vindt u van zijn aanstelling? Ik denk dat het alleen maar positief is voor de club. Ik denk dat dat meer waarde biedt naar de club. Ten eerste op sportief vlak, ten tweede op ook een beetje commercieel vlak natuurlijk. Dat is ook meegenomen voor ons. Maar vooral op dat sportief vlak denken we dat we met iemand zoals Jimmy eigenlijk met zijn verleden, met hetgeen dat hij zijn palmarès heeft waargemaakt in het verleden, dat alleen maar een meerwaarde kan betekenen. En ik denk dat dat in een goed overleg tot een fantastisch einde kan leiden. Ja, het is zijn eerste opdracht als hoofdcoach. Wat vind je daarvan? Kijk je daar naar uit? Ja, ik kijk er zeker naar uit. Hè. Ik denk dat dat toch een proefperiode voor iemand is om te kijken op welk niveau dat hij kan werken en of dat het op dit niveau is. Ik heb er alle vertrouwen in. Dat ziet er allemaal heel positief uit. Ik heb vandaag een 3 tot 4 uurtjes met hem samengezeten. Dat is op een heel professionele manier dat dat gebeurt. En ik denk dat dat alleen maar een meerwaarde kan betekenen voor onze club. Ja, we hebben begrepen dat meneer Hasselbaink hier komt via Saif Ruby. Wat is de link daar juist? Ja, wat is de link daar juist? Wij hebben een sportieve en commerciële samenwerking met Saif Ruby afgesloten, waarbij ons helpt zowel op commercieel als op sportief vlak. Op dit vlak is natuurlijk Jimmy al een eerste voorbeeld ervan. Ik zeg het, we hebben vanmiddag dan een aantal dingen overlopen, ook spelers overlopen. Dus er gaan een aantal spelers van hen komen, gaan nog een aantal spelers van ons komen. Dus we proberen daar een synergie in te krijgen en op dit ogenblik lijkt dat toch zijn vruchten af te werpen. Ja, als er een nieuwe coach komt, dan wilt inderdaad ook vaak nieuwe spelers. Wat mogen we daar verwachten? Ja, oké, daar hebben we vandaag over gesproken. We hebben alle pistes een keertje bekeken. Ik denk dat we op grote vlakken op dezelfde golflengte zitten, waar we ons moeten verbeteren. En dat gaan we nu terugkoppelen. We hebben afgesproken dat we vrijdag daar een definitieve beslissing in nemen, zowel naar de huidige kern als de nieuwe spelers. En dat we proberen tegen volgende week daar een start in te maken. Ja, onze voorzitter Jan Michel had het over een kantelmoment in de Antwerpse voetbalgeschiedenis. Royal Antwerp FC is weer de hoogst geclasseerde Antwerpse club en ook de enige profclub. Wat voor een verschil kan dat betekenen in dit seizoen? Ja, dat kan van alle verschillen blijken natuurlijk. Dat gaan we eventjes afwachten. Alles hangt af van resultaten natuurlijk op dat vlak. Als de resultaten goed zijn, dan gaat de rest ook wel volgen. Dus als je als enige club nog in Antwerpen bent, dan moet je er alleen maar proberen van te profiteren. Dat is niet alleen op sportief vlak, maar vooral op commercieel vlak bekijk ik dan. Ik denk dat daar veel mogelijkheden in zijn. En dat er heel veel mensen nu maar eens moeten opstaan. In het verleden zijn we altijd, er zijn twee clubs, we kunnen niet kiezen of we kunnen dit niet doen. Als ze nu maar eens opstaan, er is nu één club, dat ze daar maar eens komen achter staan. En dan denk ik dat we een mooie toekomst tegemoet gaan. Ja, de eerste training is 24 juni, de eerste testen 17 en 18 juni. Klopt dat? Dat klopt. Er is voorzien nu 17, 18 medische testen. Dan is de bedoeling eigenlijk om een 5 tot 6 dagen rustig op te bouwen. En dan de effectieve trainingen zullen starten 24 juni. Dat is ongeveer een 6 weken voordat de effectieve competitie begint. Ja, op 1 juli de eerste oefenwedstrijd. En dan 2 weken later, of 3 weken later, gaan we alweer over het kanaal. Je hebt het nu 2 keer meegemaakt. Kijk je er weer naar uit? Ja, zeker en vast. Het is een hoogtepunt al. Elk jaar moet we eerlijk toe. Als je vorig jaar de wedstrijd op Birmingham nog herinnert, dat is een fantastisch gevoel. Daar ben je enorm fier op, zeker en vast. Als je CEO bent van een club en voorzitter bent van een club, dan ben je er alleen maar fier op dat je dat kan meebrengen, dat die mensen zich daar op die manier gedragen. Ja, dat is fantastisch.